Welkom bij De Beeldbuismannen, een podcast over televisie. We spreken in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het televisiearchief van Nederland, met televisiemakers van wel leer. We praten met ze over hun herinneringen aan de programma's waar ze aan meewerkten. Een luchtige podcast over mooie televisiemomenten die iedereen zich herinnert. Nou ja, maar er zitten natuurlijk, je probeert er altijd wel grap in te doen. Maar ik ben nooit zozeer bezig, ook met die comedy ook nooit bezig, om te proberen grap te doen. Wat je probeert te doen is je probeert, je probeert dat, dat het gespeeld echt is. Dat je, dat je het gelooft wat ik zeg. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Beeldbuis Mannen. Uh, met vandaag niemand minder dan Rick Hogerdoorn En die kun je kennen van het volgende. Oh, Rick, heel, herkenbaar. Uh, zeer, zeer herkenbaar, een hele goede middag. Wat was het nou? Geen idee hè? Nog nooit gehoord nee? zeker. Uh, Rick, super tof dat je uh, in de uitzending wil zitten en dat we ja. uh, jou het hemd van het lijf mogen gaan vragen uh, over je carrière. Hartstikke fijn. Ja, ja. dat is uh, goed jongens. Ja. Fijn dat jullie mij gevraagd hebben. Ja. Aandacht hè, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Dat is altijd goed. Ja nou, <laughs> nou ja, God, dat, uh, dat weet ik niet. Dat een van de eerste dingen die ze aan me vroegen toen ik eens een keer door de Telegraaf werd geïnterviewd, vind je het fijn om in het middelpunt van de belangstelling te staan? Toen dacht ik van ja, maar dat is toch niet de reden waarom ik acteur ben geworden. Maar ja, als je er nu langer over doordenkt, dan denk je, misschien is het wel zo. Maar ik heb het nooit willen weten. Stiekem een klein nee. beetje. Nou ja, nee, ik denk toch van ja, je wil gewoon graag goed in je vak zijn en zo. Ja. Maar niet omdat je van zie mij, zie mij, zie mij. Nee. Ja, als ik wat bijzonders doe, maar voor de rest ja. Het is gewoon een beroep. Precies, en, ja eigenlijk. Ja. en Maar voordat we uh, uh, gaan praten over alles wat je gedaan hebt, ben ik heel benieuwd naar toen je 18 was. Um, uh, wat was toen je... Wat wou je, wat had je voor ogen? Nou, ik wou zanger worden. Nou, Toen ik 14, 15 was leer ik spelen En toen maakte ik altijd mijn eigen liedjes. En op de middelbare school trad ik daar ook twee keer per jaar mee op. Ik zat op een hele creatieve school in Spijkenisse. En aula's vol met ouders en kinderen. Die kwamen luisteren naar mijn eigen nummers. Dus op aanraden van de schooldekaan. Heel braaf ben ik toen uh, naar de, een keer naar een voorlichtingsdag geweest van de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Ik, uh, ik woonde onder Rotterdam samen met mijn vader in de trein daar naartoe. En uh, nou dan heb ik daar auditie voor gedaan. En uh, Drie keer en toen werd ik aangenomen. En het plan was om zanger te worden. <laughs> en waar is dat dan op een gegeven moment anders gelopen? Ja, waar is dat dan op een gegeven moment een, een klein beetje een zij? Maar spoor ingegaan. Dat, dat is niet de zijn spoor ingegaan. Dat, dat, dat plan bestaat nog steeds. Dus ik ben ook eigenlijk zanger. <laughs> ja. Alleen er zijn heel wat dingetjes bijgekomen. Op school uh, uh, kwam ik in aanraking met acteren en dat vond ik heel erg leuk en uh, dat ging mij ook uh, goed af en uh, ik kreeg zelfs aangeboden om wat lessen op de op de toneelschool te volgen. En, uh, dus toen ik van school afkwam, toen heb ik eerst uh, een muziektheatergroepje gehad en toen heb ik daarna een, een duo gehad en ja, toen was het spelen eigenlijk het, uh, het acteren. Uh, ook een belangrijk onderdeel. En toen wat, je, uh, wat er toen gebeurde is dat ik bij, eerst bij de VPRO terecht kwam. En later dus bij uh, onder andere Keesinkomen, Seesomstraat. Ja, en dan is het voor het publiek zo. Die zien jou als acteur. Dus ja, dan ben je voor hun ben je acteur geworden. Snap je? Maar ik denk van ja, ik ben eigenlijk een... Uh, heel raar van jezelf te zeggen, maar ik ben een multitalent. <laughs> dat is het. Dat maar is hoe kwam je het. bij die VPRO terecht dan? Ja, nou dat was weer omdat uh, Kees Prins en Arjan Edeveen, die zaten bij mij in de klas, oh. of ik zat bij hun in de klas, bij de, op de Kleinkastacademie En uh, vooral Kees, die was uh, heel erg betrokken bij het uh, begin van de jeugdtv, met Buuni Bos toen nog bij de VPRO. Ja. En uh, Arjan natuurlijk ook met Tosca, die maakte toen uh, de Theo en Thea. En, en, en Kees deed onder andere Bintje, die deed de presentatie. En uh, dus via via werd ik via Kees eigenlijk gevraagd of ik iets wilde doen. En Het eerste wat ik daar heb gedaan was een, uh, een inspreekserie En dat was een, een Poolse serie die heette de Kinderen van het Mulentaal. hele Poolse titel ook. Oh. Dat is helemaal niet aangepast uh, ook uh, nou, in het uh, Nederlands. Nee, en dan wat grappig <laughs> daarvan was, het was dus in het Duits gesynchroniseerd. En dan, uh, 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 ik deed dan een verteller. En in die serie zat een ooievaar. En ik had verzonnen dat die ooievaar, die kwam uit Rotterdam. En die was op vakantie in Polen en die vertelde wat hij zag. En de grap was dan dat ik probeerde een heel ander verhaal te vertellen dan waar die afleveringen over gingen. En dat heette De mus met de lange poten. Uh, vlieg, hey, ik vlieg. En uh, nou, dat was heel erg leuk. Dat was iets van, weet ik, van 64 afleveringen of zo. Die heb ik allemaal gedaan. Dus toen uh, was ik de hele week mee bezig met herschrijven en dan zelf inspreken. Zo kwam ik bij de VPRO terecht. Nou, en toen kwam ik daar in serietjes terecht. Uh, de JC McCrazy show, uh, Cowboy Harry. Ik heb samen met Pieter Tiddens oh, ja. uh, de grote problemen van de mensheid over medische problemen. Dus later kwam ik nog wel eens een keer Karin de Grote Regen van de NCRV, die daar ook veel medische programma's uit heeft. Gezegd. Oh ja, jij heet toen bij de VPRO Jeugd. <laughs> ja, dat klopt. Ja. Nee. Nou, je had het net over JC uh, McCrazy. Ja. Daar hebben we een klein fragmentje en, van. Ja, want ik ben even benieuwd. Ik wil het even ja. horen. Ja, 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 welkom dames en jongens, meisjes en... <nog en, <nog en <gaf> uh, kun je ja. voor de mensen die uh, het niet kennen, kun je vertellen wat dit, wat dit was voor serie? Ja, dit was natuurlijk heel erg camp, dus dat was heel erg overdreven. Uh, heel erg, uh, ja, op het randje. Het gemaakt door Theo Westelo, die was van Remo en oh, Remo. Die schreef het samen met Brian Myers. En die waren een beetje gek, dus het was een beetje anti-TV eigenlijk. Het lag een beetje in de, in de, in de lijn van uh, straatmakers Nee, niet straks, maar de Barendse Vet Show. Oh ja. oh ja. je wel Wim ja. T. Schippers zijn werk. Dus het was een beetje absurdistisch. En maar dit, dit programma was een, een dansprogramma, dus ik speelde een dansleraar. En het was eigenlijk een soort anti-show. Het klinkt wel <tie> heel ja. erg lekker trouwens, omdat. Om, om het anti te maken, ja, zeg maar. Ja, ja, nou, de... dat, dat was toen natuurlijk bij de VPRO kon dat natuurlijk. Ja. Dat ja, nou, ja, toen ik kende het niet want het is echt voor mijn tijd. Um, YouTube, dus, hè? dus toen ja precies, nou ja, maar toen ik het zag, toen dacht um, uh, ik, wel, ja, dit is wel echt heel erg VPRO. Ja, dat was het ook. Ja. ja. Dus uh, dat klopt, is dat nou een uh, waardeoordeel wat je er ook nee, ik vond? Oh, dat, ik vond het leuk om te zien. Ik ja, dacht, ja, ja, ja dat ja. is uh, het, VPRO. Was, het was in die tijd kon dat. En, uh, ja. Wat ook heel leuk was toen, weet je, als je dan een idee had, ik heb zelf ook al wat programma's ervoor ze gemaakt. Dan, dan, dan kreeg je een ja erop en dan kon je het gewoon gaan maken. En dan zat niemand bemoeide zich ermee. En dus je kon het zo gek en zo vreemd maken als je zelf wilde. Dus dat was eigenlijk een soort vrijheid die nu helaas. Denkbaar waarschijnlijk ja, niet meer bestaat. Nee. Hey. En als je kunt praten van he, je doorbraak bij het grote publiek, wat, wat is dat geweest? Uh, ja, op... dat was eigenlijk een tv-spotje. En dat was een tv-spotje voor uh, de wereld... Of de wereld. De wereld rijdt door. Nee, <laughs> was een uh, tv-spotje voor de auto. Kan best een dagje zonder u. En dat was een Postbus 51-campagne van de overheid. Waarbij ze probeerden mensen een beetje uit de auto te krijgen. En het eerste spotje dat ik daarvoor draaide, dat was een Theo. En die ging uh, naar zijn auto toe. En dan hadden ze zo'n auto, die kon bewegen op luchtvering. En die auto wilde dan niet open gaan. Want ik moest even sigaren halen en dat was 100 meter verderop. En dan was mijn zin van, oh, dan ga ik wel uh, lopen. <laughs> En dat was een enorme hit. Ik zal nooit vergeten dat we dat opnamen. Dat was met een hele dure Poolse cameraman. En dat is was ook toen nog in de, de, de reclamewereld ook nog heel veel geld. Met een heel duur lunchje en zo. Met een gefilmd <laughs> Ja, dat gaan we daar doen jongens. Ja, ja, ja. Ja, ja. Met gevulde lams gehakt. Nou, noem het allemaal maar op. En, en die, die cameraman die stond 300 meter verderop. Ik dacht, nou wat, wat dit nou voor filmpje moet worden. Maar toen ik het zag, was echt een heel erg leuk filmpje. En uh, dat was zelfs zo leuk dat uh, de AVRO wilde me hebben. Dan kwam ik bij de AVRO, dan zette iemand zijn computer aan. En dan, gegeven met die auto, ging dan heel raar doen. En dan zei die, die uh, Rotterdamse speelde zei dan, hoppen naar de baas. Dus heel veel mensen hadden dan als ze hun computer aan zetten, hoorde je, hoppen naar de baas. <laughs> en dat was eigenlijk mijn grote doorbraak. Dus toen wilde opeens iedereen met me werken. Dus toen kwam ik via, dat kwam ik eigenlijk bij Sesamstraat terecht. Via dat kwam ik bij uh, Niemand de Deur uit terecht. Dat is eigenlijk ja. een serie die ik heb gedaan voordat ook kwam. Dus dat was eigenlijk, uh, ja, die 30 seconden heeft mijn leven eigenlijk veranderd. Bizar, is dat ja. eigenlijk. Maar merkt hij dat op straat ook gelijk? Ja, heel erg. Ja, dat was echt, echt een, een grote hit. Dat heb ik twee keer eigenlijk meegemaakt daarmee. En toen ze Kees en Co. Uh, s'avonds om zeven uur gingen herhalen, nadat ik er helemaal uit was gegaan. En oh, toen, die dacht je, ik heb het gehad. Maar ja, en toen keken de 2,5 miljoen mensen per avond. Totdat ja. al die uh, lagere schoolkinderen, dat was waarschijnlijk in jullie uh, tijd, ja. mee uh, gingen ja. kijken. En toen kon ik ook de Albert Heijn niet meer in. En, en, waarom, wat... ben nou oh. <laughs> <laughs> waarom ben je nou gestopt? Waarom ben je nou gestopt? Nou, we hebben het er nu al over hebben. Ja. Nou, nou, omdat, ja. je, omdat uh, de Kees Co. was een, uh, een, uh, een Engelse serie, 2.4 Children heette het. Ja, dus dat was het gemiddelde aantal kinderen wat, uh, wat de mensen toen in Engeland hadden. Dus het ging over het gemiddelde gezin. Dus geen Case in Co. en ik gewoon Two Point for Children. En uh, daar hadden ze in Engeland. Als ze daar een serie maken, dan is het heel anders dan ze in Nederland doen. Dan nemen ze er de tijd voor. Dus zij maakten zes afleveringen per jaar. Daar werd heel goed nagedacht, vooral over de scripten. Dus zij hadden negen jaar tijd, hadden ze 54 afleveringen opgenomen. Die 54 afleveringen hebben wij in drie jaar tijd opgenomen. Dat kon ook, omdat die scripten lagen er al lagen. En Martine Bijl, de helaas overleden Martine ja. Bijl, die, die bewerkte dat. Die deed dat ook fantastisch. Dus de basis van die serie was hartstikke goed. Maar op het laatst hadden ze al drie of vier eigen afleveringen geschreven. Nou, die vond ik ook gewoon niet zo heel erg goed. Die nee, waren oh. ook niet zo goed, vond ik. Nee. En dus ik heb, toen had ik zoiets van: ja, maar als we nu, als jullie gaan. Zelf gaan schrijven, ja, dan moet je daar de tijd voor nemen. Maar zij zeiden: over drie maanden hebben wij dertien nieuwe afleveringen. Toen zei ik: Nou, dan doe ik niet meer mee. Okay. Nou, had je, had je ook niet het, de behoefte om dan misschien te zeggen: Laat mij uh, uh, meeschrijven? Om, om een soort van. Nee, 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 nee. Want dat was toen ook helemaal niet. Nee, nee dat is niet in me opgekomen. Nee. Je Pas... hebt het wel eens gedaan, toch? Zo, je hebt het ja, ik heb um... de. En die oude ja, geschreven, dat is ook een, toch? een comedy die in, um, ik denk, de jaren negentig. Met onder andere Martine van Os, ja. die nu bij, bij Max uh, presenteert. Yes. Die speelde daarin. En dat kwam omdat uh, de man van Martine van Os, dat is uh, Wouter Stips. Dat is de broer van Robert Jan Stips. Doet er niet toe. Maar die. Uh, <laughs> die en de ja, ja, die ja. schreef die serie. En via. Ik, ik deed toen theater. Ik had een groepje echte mannen. En dat werd verkocht door Gerrit Cornelis. En Gerrit Cornelis was weer een vriend van Wouter Stips. Dus via hem kwam ik. Dus toen heb ik iets van, nou, ik denk 13 afleveringen aan meegeschreven. Klopt. Ja. ja. Dus, maar goed, ik, ja, dat heb je het weer van ja, ben je schrijver, Ik heb ook een paar kinderboeken geschreven en zo. Maar goed, wat je ben je schrijver, ben je acteur. Maar in Keesico was ik natuurlijk toch in eerste instantie gewoon acteur. En dan nog ja. zelfs al had ik meegeschreven, dan hadden we toch. Kijk, dan had je moeten zeggen, we maken er zes per jaar. Maar dat is voor. Maar dat, uh, is niet, dat was niet bespreekbaar. Nou, dat is voor RTL natuurlijk niet haalbaar. Nee, dat nee. is niet commercieel genoeg. Nee. Maar ik vind zelf ook. Maar goed, dat is mijn <tus> mening. Toen ik eruit ben gegaan. Dat ligt niet alleen omdat ik eruit ben gegaan... maar ook omdat toen ze niet meer op basis van de Engelse scripts zijn gewerkt... is die serie ook eigenlijk nooit meer zo goed geworden als die toen was. En dat is ook een beetje een misverstand, vind ik, wat er nu is ontstaan. Omdat ze zijn die serie weer gaan maken... omdat heel veel mensen online naar Kees Co kijken. Maar dat zijn wel die afleveringen die gemaakt zijn door de Engelsen. Snap je? En niet ja. de afleveringen die ze daarna hebben gemaakt. En nu... Doen ze alsof dat succes alleen maar van Simone is. Dat is gedeeltelijk zo. Maar natuurlijk niet helemaal zo. En dan gaan ze er weer allerlei nieuwe dingen van maken. Ja, je haalt dat niveau gewoon niet meer. Nee. Heb, heb je iets gezien al? Heb je, nee, ik, heb, ik, heb, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet van A tot Z ga zitten kijken. Dat, nee, uh, nee, maar dat ga ik ook nee, niet van Ik heb wel voorbij zien komen. Ja, nou ja, god ja. Nou, ik, ja mij boeit het niet zo. En nee. nee ik, ja, snap je. Ja, nu, ook weer, nu hebben ze zelfs geloof ik over je, Chantal eruit gegooid. En weer een... Dat is meer dat ik dat weet. Dat als je je computer aan zet, dat dan Tina de In ja, <laughs> een interview heeft. Gezegd, ja. Ik hoop dat de mensen accepteren dat ik de rol van Chantal op heb opgenomen. Terwijl ik denk van, wat daar wel jammer aan is... Uh, het meisje wat toen uh, uh, Anne speelde, Amber... die is actrice geworden. Die ja. bestaat gewoon al. Dus ik denk van, waarom hebben ze die nou niet genomen? Ja. Ik bedoel, die jongen die Mijn Zoontje speelde... die is arts geworden. Hè? Ja, want dus, die heeft stage gelopen in Groningen. Ja. Uh, zijn proefschrift ja. ligt hier. Hè? Oh. Recurrent ah. <laughs> Respiratory... Papillomatosis. Robin chong Ik ben zelfs bij zijn promotie geweest. In, oh, joh. in Groningen. Ja, in Groningen. Ja, ja, kijk. Dus die is heel wat anders genoemd. Dat was trouwens ook nog een andere reden... waarom ik niet wilde doorgaan met Kees Koos. Omdat dat was een serie die ging over... een, een, een gezin met opgroeiende kinderen. puberkinderen. Maar die kinderen die gingen in het echt ook de deur uit. Die waren, hè, toen we begonnen waren ze 14, 15. Ja. Toen we stopten waren ze 20. Ja. Dus, en toen hadden ze ook al een aflevering geschreven... Een zelfgeschreven aflevering waarbij Anne ook het huis uitging. Alleen ja, dan krijg je een serie over mensen die kinderen hebben die uit huis zijn. Ja, ja. dat is niet waar dat natuurlijk nee, ja, over ging. Natuurlijk... Dus toen ik eruit ging, hebben ze eerst met Han Older een jaar nog gewerkt. En toen hebben ja. ze iets anders gedaan. Toen kwam zij een man tegen met jonge kinderen. Konden ze het... En nu heeft ze dus haar zoon naar huis met jonge kinderen. Kijk, dan kan je in ieder geval die gezinssituatie doorzetten. Maar anders dan zit je een comedy te maken. Een gezinscomedy die niet over een gezin gaat. Ja, dat is heel wat anders dan, ja. ja. Maar even, even wat, wat globaler uh, gezien dan... Um, Zouden series, zoals nu in dit geval aan Kees en Ko... Maar we hebben ook in de aflevering bijvoorbeeld Peter Lussen uh, gehad. Vrienden voor het leven. Zo'n plezier hebben we gehad. Ja. Ja. Zouden zou comedyseries uh, nog werken? Want je ziet ze bijna niet meer. Echte Nederlandse... Nee. Ja, maar dat je ze niet ziet heeft niet te maken met het feit of het wel of niet werkt. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat ze te duur zijn. Ja, dat is het. Ja. Dus. dus ze zijn duur om te maken. Dus daarom zie je ze niet. Want nee. Iedereen wil tegenwoordig... Kijk, je kan beter gewoon... 13 bekende of onbekende mensen in een villa stoppen. En die het met elkaar laten doen en wel of niet. En dan zeggen, oh, wat verschrikkelijk. Want dat, dat is veel goedkoper. Ja. Snap je? Of je doet gewoon drie jongens met een radiostudio... en die gaan gewoon bij iemand langs. dat ja, nou, kost snap je Maar dat is veel meer volgens mij... dus kijk, als jij een goede comedy maakt... ja, dat werkt altijd. Natuurlijk, waarom niet? Nou ja, omdat je... Ik, ik kijk bar naar tv. Ik heb er niet eens één Maar ik heb het gevoel dat... dat er wel bepaalde vraag naar is, naar een soort van... weer een leuke comedy, van oh, lekker op de bank zitten... en gewoon 20 minuten, 25 minuten uh, een leuke wegkijkserie kijken. Ja, behalve als die heel succesvol is. Want dat heb ik ook wel gemerkt bij Kees Co. Als je in een serie zit die heel succesvol is... wordt het reclameblok steeds langer. Ja, oh, dan gaat weer voor de tijd. zelf is een start het. Ja, ja Maar nee. goed, ga door. Ja, ik snap nee, wat je nee, maar, maar het je Maar het is er niet. Ook al is het te duur... Um, het, nou, ze op... zijn er wel. Ik bedoel, er zijn Amerikaanse series. Uh, How I Met Your Mother. Ja, maar en... ik heb het echt over ja, maar Nederlandse. Maar, maar, over spolen, voelen, maar. maar dat betekent dus dat de Amerikaanse markt is gewoon veel groter is. Ja. Dus die hebben wel de tijd en de resources. In Amerika doen ze het trouwens anders. Kijk, in Engeland gaan ze gewoon niet zoveel afleveringen maken. In Amerika, wat ze doen is van ze hebben gewoon opnamedagen. Dan gaan ze iets opnemen. Als het dan niet werkt, dan hebben ze een heel schrijversteam. Ja. Dan gaan ze net zo lang zitten pielen. Tot het wel leuk is geworden. Dat hebben we hier in Nederland ook geprobeerd. Toen Talpa begon. Toen hebben we de comedy samen gedaan. Daar heb ik ook nog in gezeten. Oh ja. Dat was hier in Amsterdam-Noord. Dat was ook met een hele schrijversgroep. Dat was hetzelfde idee. Alleen dat werkte niet. Want die schrijversgroep was alleen maar bezig met afleveringen die nog moeten worden gemaakt. En wij waren alleen maar bezig met wat ze al geschreven hadden. Ja. Terwijl je altijd moeten combineren. Maar zo doen ze het in Amerika. Ja, maar daar uh, hebben ze gewoon meer geld. Ja. Dat zie je ook aan de salarissen. Want ik geloof dat de, dat de mensen voor Friends nu geloof ik 2,25 miljoen krijgen voor een aflevering, ja, ja, dus, nou, dat, dat heb ik nooit gekregen. R r r niet, echt niet, niet, maar. Ja, dat nou ja, um, de, uh, waar ik, hoe, hoeveel tijd werd er bijvoorbeeld dan besteed aan Sesamstraat? Omdat je zegt, er werd uh, de, er kon niet zoveel tijd aan besteed worden omdat het gewoon geen geld was. En geen tijd nou, voor. bij Sesamstraat zie je het precies hetzelfde: dat wordt ook niet meer gemaakt, ook omdat het nee. te duur is. Maar dat heeft weer te maken omdat de kijkcijfers zijn teruggelopen, ja. Maar Sesamstraat ja. is een heel ander waar Sesamstraat, Sesamstraat is een franchise, dus het is net zoiets als McDonald's. Je, je hebt gewoon hoofdbedrijven en dan allerlei bedrijven. Dus er zijn 150 uh, publieke omroep, omroepenverenigingen. Uh, of omroepen in de wereld. die de franchise hebben gekocht van CTW. Children's Television Workshop. uit New York. Dat is de, de maatschappij van Tim Hensen, Jim Henson... die de poppen heeft verzonden of de poppen heeft gemaakt van, uh, van, uh, van Sesamstraat. En dat betekent dat uh, zij moesten de, de omroep. Moesten een heel groot bedrag overmaken naar de CTW. En dan hadden ze het recht om hier hun eigen Sesamstraat uh, ja. te maken. En toen ik bij Sesamstraat zat... toen had dat ook nog, zeker toen ik begon... had dat heel veel kijkers. En zat het om half zeven of een kwart over zes... Je, dan had je dat blokje met... De achterweek in de kast en dan Klokhuis en, yes, en, nou, daar, ja. en daar keken dan ook, weet ik veel, een miljoen, anderhalf miljoen kinderen. Elke maar dat is natuurlijk helemaal al uit elkaar getrokken en dingen. En nu, ja, daar kijkt ook gewoon helemaal niemand meer naar Sesamstraat. Dus dan wordt zo'n programma, dus ik, ik ben er al jaren uit, maar wat ik ervan begrepen heb, ja. is dat zij ook steeds minder gingen opnemen. En dan, ja, er kon ook steeds minder. Toen ik erbij kwam, gingen we bijvoorbeeld met, met Aardstaartjes helaas... Ook alweer te vroeg of nou, te vroeg. Ja. De helaas overleden. verleden. Ja. staatjes. Gingen we dan buitenopnames doen. Nou, dan kon het ook niet op. Weet je. Dan gingen we s'middags ook. Uh, dat was net alsof we in de reclamewereld zaten. <laughs> ja, echt waar. Echt, echt uh, drie sterrenrestaurants, twee sterrenrestaurants, een sterrenrestaurant. Uh, lunchje. Nou, oh. Londen, en dan hebben dan s'avonds uh, uitgebreid uit eten zaten we in hele goede hotels. En het was ook hartstikke leuk om te doen. Er kwamen ook hele leuke filmpjes uit. Je, maar dat gaf ook wel aan dat ja, er, was, er was veel meer geld toen. En nu ja. is alles. Maar dat zie je overal in de theaterwereld over. Alles gaat alleen nog, maar alles wordt afgeknepen. En... Ja. Ja. Maar voor de Nederlandse schrijvers dan, die Nederlandse sketches voor Sesamstraat schreven, hadden die wel dan tijd en zo? Want die, jullie... Ja, maar dat waren, natuurlijk een, dat waren er een heleboel. Hè? Dus, ja. Uh, ja, uh, wat okay. Stages, een van de goede dingen die Aard Staartjes heeft gedaan, is dat hij. Een hele schrijverscollectief heeft in, het wereld, heeft, in het leven heeft geroepen. Hè? Met Jan Riem en Casper uh, Oudshoren. Ja, ja. Dus voor Sees zat er gewoon een groep van dertig mensen. Ja, dan heb je altijd ja. natuurlijk een materiaal. aanbod. Ja, goed, ja. goed materiaal. Ja. Hoe, hoe was het om, uh, om kindertelevisie te maken? Oh, dat lijkt me toch weer een heel ander... Nou, dat is niet zo. Nee. nee. Dat, je maar toch wist, maar dat is mijn persoonlijke opvatting. Je moet nooit kindertelevisie maken met het idee dat je voor kinderen nee. iets maakt. Je moet gewoon televisie maken met het idee dat je iets wil maken. wat zo echt en zo goed mogelijk is. Eh, want je kan het ook omdraaien. Ik bedoel, Kees Co was zogenaamd een volwassen serie. Maar het werd pas echt een hit. toen ik er al uit was en ze gingen het herhalen. En elke avond van 7 uur tot half acht, omdat alle lagere schoolkinderen. Mama, mag ik om half acht naar bed? Want dan kan ik de Kesingko nog zien. Ja. Denk, kijk, dus dan kan je ook zeggen: Kesingko was eigenlijk een kinderprogramma. Ja. Snap je? Ja. Dus ik denk alleen maar: je kan alleen maar een <laughs> programma maken wat goed is of niet zo goed. Weet je? Maar het heeft niks te maken. Maar als je gaat denken: ik ga het nu voor een kind doen. Dus dan ga ik het. Ja, dan krijg je, vind ik, je ziet het wel veel. Hele slechte kinderen Ja, dan wordt het te ja, veel over nagedacht. Ja. Dan ga je ervan uit dat kinderen A niet zo slim zijn. En ik denk van, kinderen verschillen niet zoveel van ons. Ze zijn hebben, gewoon ze, kleine mensen. Ja, ze hebben minder ervaring. Ja, ja, dat, ja, is dat, is het. ja. dat is het. Nog heel even terug naar uh, voordat we het over Keesiko hadden. Toen vertelde je dat je de supermarkt niet meer in kon en erkend werd en dat. Um, hoe hoe, hoe ervaarde je dat? Was dat iets wat je, wat, wat je op een gegeven moment tegen ging staan? Dat je dacht, ja, uh, het is nee. mijn werk en ik wil gewoon een brood kopen, dus. Laat me me ja, en als het zo overdreven is, dan uh, ik moet ik wel zeggen: we wonen hier in Nederland en daar uh, moet je denk ik heel blij voor zijn. Ik denk als, als je zelfs mijn succes had gehad in Amerika, dat je dan een heel ander verhaal hebt: dat je dan eigenlijk in een soort uh, gated communities moet gaan wonen. Dat je eigenlijk niet meer je normaal in het onder de mensen kan geven. Ja. Oh. Hier in Nederland kan dat wel. Zeker, ik woon natuurlijk toen nog in Amsterdam. Nou ja, die Amsterdammers gaan. Als je naar BC's dan denk je echt niet van. Goh, goh, goh. Nee. nee. Weet je wel? Ja. Nou, maar kijk, mijn vrouw komt uit Friesland. Ze, zeker toen ik haar net leerde kennen. En toen ik wat bekend werd met, met Kees. Als we dan in Friesland wel eens naar een dorpje gingen. Weet je, dan kwamen mensen echt aan drie, drie straten verder uit de boerderij zitten. Het van, 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 <tie> ja? ja, <tie> is hem hoor, het is hem. Ja, ja. Mouw even hebben de foto. Ja, nou ja. <tie> dus dus dat, dat scheelt. Maar hier in Nederland ja. is het natuurlijk toch. Uh, doe maar. Normaal doe je al gek genoeg. Dat is aan de ene kant jammer. Dat houdt een hoop dingen tegen. Maar voor dit soort dingen is dat natuurlijk ook heel fijn. Dus ja, kijk. Normaal zijn wel eens periodes dat het misschien uh, niet zo goed uitkomt. Uh, bijvoorbeeld uh, als je op vakantie gaat. Mijn, mijn vrouw en mijn dochter vonden het altijd heel vervelend. Weet je, dan gingen we... Toen mijn dochter de, uh, op school zat... ja, dan moet je in de schoolvakanties op vakantie. Wij gaan nu ook altijd als er niemand is. Dat vinden we het, le het lekkerst. Hm. Weet je, maar dan, weet je, en als je dan drie uh, weken op een camping in Italië staat... en elke keer als je koffie gaat drinken... dat mensen weer in elkaar gaan zitten aanstoten. Weet je, of bijvoorbeeld mijn vrouw en ik vinden het altijd heel leuk... om samen te douchen. Maar ja, dat op een gegeven moment dan... Uh, hè, dat je ergens bent dat mijn vrouw mij roept... en dat dan drie mensen zeggen... nee, hij staat er. Ja. Oh, oh ja. ja. Weet je, dus dat, dan, ja. dan is het wel eens... maar dan moet ik zeggen dat... Ik kan er over het algemeen wel goed tegen. Dat komt ook omdat ik zie het ook vaak niet. Ik bedoel, het is nu ook wel veel minder geworden. Maar ik had vroeger wel vaak mensen van... nou word je er niet helemaal gek van, maar ik let er niet zo op. Nee. En andere mensen zeggen van... ja, maar iedereen zit zo naar je te kijken. Oh, wow, wow, wow. Dus en ik vind ook, kijk, als je dit doet... hetzelfde als jij schilder bent, moet je zeggen van... ja, er zit allemaal spatten op mijn broek. Ja, dat is... Uh, dat, de deel van je erbij. werk eigenlijk. Ja, ja. Vind ik wel. Ja. ja. Um, nou ja, um, we hebben... Uh, van Kees Co. hebben we een paar fragmentjes... Um, en wij zijn benieuwd of jij nog weet waar de aflevering over gaat als je dat hoort. Vast niet. Uh, <laughs> laten we eens eentje aanzetten. Ja. <laughs> Waarom kochten mannen vroeger een bontjas voor hun vrouw? Zodat hun vrouw het niet koud kreeg. Nee. Waarom dan? Nou, je weet wel. Nee, ik weet het niet. Nou, dat als die mannen dan thuis kwamen, dat hun vrouw dan. De bontjas aan had. En? Ja, niks in. Heb je enig idee? Nee. Nee, ik, weet ik weet het echt niet. weet niet. Er komt niks terug. Als je, ah, dat, kijk, hoort. Als je, als je dat aan me vraagt, er zijn een paar afleveringen die ik heel leuk vond. Uh, de onzichtbare hond. Oh ja, die oh ja, hele leuke kukker, aflevering ja. van. Nee, hij zit hier. Nee, hij zit hier. Ja. Dan ik, uh, de aflevering dat, uh, dat we de poes van de buren hadden ingemetseld in de nieuwe keuken. Ja. Dat ik, dat ik, dat ik er achteraan moest. Dat was een hele leuke buitenopname ook. Ja, oh ja. ja in die steiger, op die steiger en zo. Er is ja. ja. dus nog een aflevering met Halloween. Dat ik zo, dat ik zo met, met, uh, met plakband zo mijn neus omhoog heb gedaan. Dan lijk ik net op Wil van der Meer. Sorry, Wil. <laughs> Filemon Wesseling. Ja, dat kan ook. Die was toen net geboren, denk ik. <laughs> Misschien de kanker waarop dat koken bleek, maar die, die, was, die ken ik toen nog niet. Dat vond ik ook een hele leuke aflevering. Dus er zijn, dus er zijn wel een paar afleveringen die ik nog kan. En dan bijvoorbeeld ook met de vissen die, we, uh, die doodgingen. Ja. Of de hond van de buren. Dat weet ik ook nog heel goed. Met die vissen was het eigenlijk nog wel grappig, want Simone die was altijd ontzettend van, uh, we mochten geen dieren pijn doen. Dus uh, we mochten nooit met echte dieren draaien. Dus dat waren dan weer winterpenen of nou, wat ik wel oh. heel jammer vond. <laughs> ja. Ik van, ja, ik ben altijd wel heel erg van het realisme en ik vind het nog wel leuker. Maar goed, ja. echte dode honden en echte dode vissen zaten er eigenlijk weer niet in. Nee, ik, niet. Ik, nou ja. ik besef me nu pas, nu je al deze uh, verhaallijntjes zeg maar, uh, opnoemt. Hoeveel ik ervan ken, hoeveel ik het dus ook ja. gezien heb en onthouden ja, maar, heb ook. Ja, maar dat komt ook, kijk, toen ik eruit ben gegaan, uh, toen hebben ze het volgens mij acht of negen keer in zijn geheel herhaald. Ik vertelde jullie al toen jullie hier binnenkwamen, we zijn hier nu aan het opnemen in mijn hokje. Er staat hier een klein hokje in de tuin van 5x3. En dat hokje is ook gefinancierd voor een van de herhalingsgelden die ik heb gekregen voor een jaar uh, Cees uh, Co. En dat is toch ja, lekker. Ja. Ik heb ja. Mijn keuken is ook van een keer herhaalingsgeld. Ja. <laughs> maar het wordt nog herhaald, toch? Een, ja, op een, alleen op, dus een, op een, RTO... een gegeven moment dan worden die gelden natuurlijk nu. Dus krijgen nu denk ik nog twee nou, of driehonderd euro per jaar ervoor. Ja, goed. Ja. ja, ik heb wel hoge verwachtingen. Omdat nu het wordt ontzettend veel op internet bekeken. Tenminste, dat oh, wordt, ja. het wordt steeds gezegd dat dat de reden is dat ze de serie hier opnieuw aan het maken zijn. Dus of ik nou nog weer extra geld ga krijgen. Maar nou, ik ben bang van niets. Nee. Hey, je hebt... Ja. Uh, uh, ook nog uh, het Sinterklaasjournaal natuurlijk. Ja, heb ik ook gedaan. Ja. Um, kun je kort vertellen wat, daar, wat je daar deed? Wat was jouw. Nou, uh, je had altijd Aardstaartjes. En die stopten ermee. En uh, nou Aartie deed dat natuurlijk op zijn eigen specifieke uh, manier. Sorry, uh, eigen specifieke manier. En uh, um, toen wilden ze dat eigenlijk een beetje veranderen. En het grote verschil was dat uh, toen Aart deed met Bram van de Vluchters Sorry met Sinterklaas. <laughs> De luisteren kinderen. Ja en met, uh, met Michiel, uh, niet Michiel Romein, Michiel. Uh, shit. Uh, Kerbos. Michiel Kerbos, heel goed als ja. wegwijspiet en uh, met uh, hoe heet hij die andere? Uh, 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 Erik van. Nee, Erik, Erik van, van Maasland ja, er toen van, ook wel, bij ja. toen ik erbij kwam. Ja. Nee, maar dat was eigenlijk allemaal geïmproviseerd. Dus hij kwam er gewoon aan. En dan gingen ze lopen en er stond daar een, een vriendje van uh, Bram van de Vlucht. Nee, er stond daar een, een, <laughs> een, een, een muziekkorps en daar stond iemand wat te doen. En, en dan liepen ze dan lang aard. Ah, die praten, dat dan een beetje improvisatie in elkaar. Toen ik erbij kwam, toen uh, had je eigenlijk ondertussen tijd het Sinterklaasjournaal gekregen. En daar werd een soort verhaaltje verteld. Dus toen waren de intochten, die werden eigenlijk steeds meer gescript. Alleen Erik en Bram die wilden niet gescript worden. En ik wel. Dat is ook de reden dat ik erbij kwam. Dus uh, uh, ik had ook een oortje in. Dus ik, ik speelde het verhaal eigenlijk door. Dus ik was de presentator. Maar tegelijkertijd had ik ook een rol in het hele verhaal... wat van tevoren werd verteld. En dat is een, een verhaal dat elk jaar heel verrassend is. En dat is... Hij komt niet. Kom... Ja, ja. kom niet. En dan de clue is, hij komt toch. Ja, ja. ja, ja ik weet wel dat ik een, een, een neefje had van, van een jaar of vier, vijf... toen hij mij ook een keer belde van... Komt Sinterklaas echt niet? <laughs> nou... Het is elke keer weer hetzelfde ja, tuin, maar goed, dan, ja. Wat moet je er wat anders mee verzinnen? En ja, dat is want, ja, ja. nu dat hij zwart is, of wit, of roetvegen. Ja, ja. Ik ben wel blij dat ik er nu niet meer bij zit. Want vanwege die enorme discussie die erover ontstaan is. Ja, je die je er trouwens was toen vragen. ook al was, hè? Ja, die was natuurlijk <tankt> toen ook al. Ja, die <tankt> toen ook, ik weet dat Gerda Haventon... Ja. Die uh, zat altijd al enorm over Sinterklaas en racistisch. Maar in die tijd, dan uh, zei Aertraan dat ze de grote bek moest houden. In feite. En dan ja. deed ze dat ook. Ja, maar ze heeft in Seesomstraat dat nog een, van, een ja. scène uh, ja. van gehad. Ja. Over, over met Pino, volgens mij. Dat hadden over de, de jaren de... tachtig zelfs. Ja, ja. Tachtig. Lang, lang, ja, ja. Ja. ja, maar dat werd toch altijd heel erg uh, weggestopt. Uh -huh. uh, ja, ja, maar ja, goed. Je, dan op een gegeven moment lukt dat natuurlijk niet meer. Nee. Nee. En nu. Uh, is dat hele feest een beetje. Nou goed, ik moet ook heel eerlijk zeggen. Als je nou zo van die, van die tekeningen ziet. hoe vroeger slaven werden vervoerd. en dan zie je zo'n boot. en dan zie je op elke vierkante centimeter. licht een slaaf. weet je wel, vastgeketend aan een andere. En als je dan zo'n volle pietenboot ziet. dan denk ik ook ja. van ja, jongens. ja, het is ook wel een beetje raar. Je moet dat eens in Engeland of in Amerika proberen uit te leggen. Dat is, dat is niet te die doen. Nee, dat daar helemaal niks van. dat is absoluut niet te van. begrijpen. Maar het, het Sinterklaasjournaal is er natuurlijk nog steeds. en de intochten is er natuurlijk nog steeds. Zou je. Had je het nu nog willen maken, zeg maar? Had je... ja, ik had het wel willen maken, alleen ja, ik ben daar natuurlijk ontslagen, dus ik mocht daar niet meer werken. Ja, dat dus is ja, hetzelfde, dat, dat was de, natuurlijk ook van de NPS toen. Dat uh... was dezelfde eindredacteur van uh, Sesamstraat. waar ik bij Sesamstraat een enorm conflict mee kreeg over. Uh, ja, dat is een heel lang verhaal, nou, om het heel kort te vertellen. Bij, bij uh, Seizoenstraat was het zo: je maakte een scène, die mochten ze drie keer uitzenden, en als ze hem langer dan drie keer gingen uitzenden, kreeg je daar een extra vergoeding voor. Dat heet herhalingsrecht. En op een gegeven moment wilden ze steeds op langer maken. En ze wilden het vaker gaan uitzenden. En toen wilden ze het herhalingsrecht niet meer betalen. Alleen, dat herhalingsrecht bouw je tien jaar op. En we hadden ook, wij werkten altijd een jaar vooruit. Dus je had een contract al gehad. Ze hadden het er zelf al voor getekend dat ze dat wilden betalen. En op een gegeven moment moesten we dus tien jaar lang contracten die we hadden getekend, moesten je weggooien. Het was net alsof je bij de bank bent van, nou, we gaan nu over tien jaar die, die koopsom uitbetalen. En dat ze dan zeggen, ja, sorry. Doen we toch niet? We doen het toch niet. Maar ja, je je, nou, het heel dus, vreemd, toen heb ik ja. gezegd, van, nou, de, ik, was, ik ben het er niet mee eens. En dan heb ik ook een advocaat in de hand genomen. En dat hebben we afgesproken. Nou, weet je wat, we gaan twee jaar gaan we het aankijken. En dan bevriezen we het. En dan gaan we na twee jaar kijken. Want het ging er dan om. Ja, we moeten het opnieuw in de markt zetten. En dit en dat. En, uh, en toen heb ik uiteindelijk toch mijn contract getekend. Daar kwam het in feite op neer. We zijn allemaal zelfstandigen. En toen kreeg ik hem toen gedaan. Nou, en hebben ze hem ontslagen. Dat was gewoon een ongelofelijke rotstreek. Ja. Het lullige daarvan weer is, ik heb daar heel lang wakker van gelegen, omdat die hele groep mij heeft laten zitten. Terwijl ik jarenlang al hun recht heb gedaan, ook voor video's en dvd's. Ik heb daar verstand van, sorry. Ja, nou ja. En, uh, en toen ik dat gebeurde, heeft iedereen me laten zitten. Dus ik heb heel lang nog gedroomd dat ik in die foyer was bij de lunch en opstond en zei: Jongens, maar dit kan toch niet, dit klopt <laughs> toch niet. Maar het lullige daar weer van is dat. Het heeft ongeveer acht of negen jaar geduurd en toen is het hele zootje er natuurlijk uitgewerkt. En nu. Zitten ze allemaal, Tommy en Bert Plakman, allemaal ja. te klagen. Ja, weet je wordt er niet serieus genomen? We worden uitgegumd en dit en dat. Maar dat is mij ook overkomen. Ja. Sterker nog, ze hebben allemaal zelf heel hard mee zitten gummen. Ja. En nu zitten ze de ziel erop. Ja. te doen. Terwijl mm. ik denk van ja, jongens. Maar stond je, stond je in die tijd er alleen voor? Er was geen cast, cast of crew member die achter jou stond? Nee, iedereen nou, in het begin zouden er een paar, ik zou nu geen namen noemen Frank en nee. <laughs> die zouden achter mij blijven staan, maar die hebben dat helemaal niet gedaan nee. Om hun eigen hakje. Ja, ik heb toen een rechtszaak ben ik begonnen en die heb ik ook gewonnen, alleen de rechter dat is weer in Nederland natuurlijk, de rechter gaf mij een bedrag wat ongeveer de helft was van wat het mij aan advocatenkosten heeft gekost oh. Maar goed, ik heb wel het principe gewonnen. En ik ben ook nog de enige acteur die zijn rechten nog heeft. Al die anderen oh. hebben dat opgegeven. Ze worden nu de hele tijd herhaald. Want toen zei ik ook, jongens, als jullie dat doen... Dan kunnen ze je eindeloos herhalen en krijg je nooit meer wat. Wow, dat gaat nooit gebeuren. Nee, nooit. Maar hoe kan dat? Want uh, er was een aantal jaar geleden natuurlijk met Flotter... Uh, uh, ook het hele uh, herhalingsrecht gebeuren... Uh, is dat in Nederland zo slecht geregeld, of ja. is het gewoon heel makkelijk. Uh, nee, je te zegt het, Nee, het is in Nederland heel slecht geregeld. Dat, is en, het. En dat komt omdat de Nederlandse veroudste natuurlijk een, 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 een kringetjesland. We zeggen het allemaal, je hebt katholieken, je hebt protestanten, dus een verzeild land. Dus wij zijn allemaal altijd gewend om, om compromissen te sluiten, maar we worden ook heel makkelijk tegen elkaar uitgespeeld. Als je in Amerika bent, hè, dan op een gegeven moment gingen ze daar staken. Omdat, omdat je namelijk, je kreeg de, de vaste schijven, die gingen opnemen. En daarvoor was het zo, dan moest je een bandje kopen of een, een, een video of een CD. En als je daar dan een, een leger van kocht, dan ging er een, een, een dollar ging naar het fonds. En dan kregen de schrijvers, de makers, kregen daar geld van. Weet je, van dingen die daar eventueel op konden worden opgenomen. op een gegeven moment kreeg je die vaste dingen, wat je nu ook hebt. Ja, je kan op je telefoon al heel veel dingen opnemen. Dus ja, toen zijn ze in Amerika zijn, ze heeft het een half jaar platgelegen. Dat is dus in Amerika ook zo, als jij als, jij als acteur een, 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 een kabeltje pakt. Ja, dan, dan krijg je een boete, want dat is namelijk niet jouw werk. Dat is het werk van. Nederland. Dus dat is veel meer vakbonds geregeld dan in ja. Nederland. Maar in Nederland, kijk, als ik zeg als acteur: ik doe het niet voor dat geld. of ik doe het niet zonder die herhalingsrechten. zijn er tien andere acteurs die zeggen: nou, nee, dan doe ik het ja. wel. Ja. Dus je kan het alleen maar voor elkaar krijgen als je gaat blacklisten. Als je dus gaat zeggen: iedereen die dat heeft gedaan, mag niet meer acteren. of die mag niet meer regisseren. Maar dan blijft er in Nederland. Tof. Nee, want nee, dat wereld is al niet al te, te groot. Alle zijn ZZP'ers uh... ook natuurlijk. Dus nou ja, dus moeten en ook heel wel... veel mensen hebben gewoon... Uh, ja, die doen dat gewoon. Het nou, uh -huh. is ook nog eens een keer zo dat bij Sesamstraat gebeurde dat ook. Dus uh, ik mocht dan mijn rechten niet houden. En dan waren dan regisseurs, die waren het wel een beetje met me eens. Maar die mochten dan een jaar lang nog wel hun rechten houden. Dus het werd ook allemaal lekker tegen elkaar uitgespeeld. Oh. Uh -huh. nou, maar um, afgezien van die hele kwestie. Uh, Sesamstraat wordt nu natuurlijk niet meer opgenomen. Ze zeggen tijdelijk maar. Nee, dat is gewoon voor goed voorbij. Ben jij het eens met die beslissing? Heeft Zeesamstraat zijn beste tijd gehad? Of, nou uh... ja, kijk, ik, ik vind ze zijn hier met hun tijd mee gegaan. Nou, Zeesamstraat, dat kan ik nu wel eens een keer zeggen in deze podcast. Die jongen, <laughs> die eindredacteur, die is namelijk wel weer noemen, dat is A.J. Boshuizen. Dat is gewoon een ongelofelijke rat. En die jongen die is ook een hele slechte leider, want die zit er niet voor het programma, die zit er voor zichzelf. En dat is ook zo. Die jongen doet nu acht programma's bij de omroep. Ja. Die is de baas van acht programma's geworden. Maar die zat er niet voor Zeesamstraat. Dus die heeft er gewoon via, ook via mijn rechten en via andere dingen, Want je, heeft hij zich lekker populair gemaakt bij de omroep, maar niet voor het programma. En het, pro het programma is het er mee. ook gewoon aan onderdoor gegaan. Ja. Want dat is niet zijn, ja, daar, daar, op een gegeven dat is ook de jongen van het Sinterklaasjournaal, van de Sinterklaas in tocht. En, uh. ja. ja. Terug naar even wat leukers. Ja. ja. Je komt ook vervelende uh. dingen ja. tegen. En ik ben Toch een vakbondsman, zou ik maar zeggen. Dus ik ben ook misschien wel een beetje te rechtlijnig en te solidair en noem maar op. Met, met mezelf dan. En, uh, maar ja, dat, uh, nou ja, dat is dan helemaal zo. Dus ja, dan, dan kom je ook dit soort uh, dingen tegen. En, en het is heel moeilijk, wat je ook, om erover om, om te praten. En te zeggen van ja, uh, um, om het zo te doen dat je denkt van ja, dat niet iedereen van Dat je alleen maar zit te zeiken. Ik bedoel, het is ook gewoon, sommige dingen deugen ook gewoon niet. En, nee, je hoeft er niet om te lullen, toch? deugt niet. Nee, nou, nou dat is uh, duidelijk. genoteerd. <laughs> ja. Je hebt uh, uh, kinderboeken geschreven. Ja, twee. Dat is uh, weer iets heel anders. <laughs> hoe, hoe is dat ooit tot stand gekomen dat je dacht: ik, uh, ik, ik ga een kind. en waarom juist een kinderboek? Uh, nou, de uh, laatste vraag heeft gewoon mee te maken dat ik uh, twee keer een verhaal. Uh, ja, hoe zeg ik, binnenkrijg, maar naast het te denken over een verhaal. wat gewoon speelde over een jongetje die tien was. Ik dacht, nou, ja, dan is het misschien ook handiger om het ook voor die doelgroep te maken. Ja. Yeah. En dat, ande, en dat eerste vraag: van waarom heb je dat gedaan? Ja, dat is iets waar ik nog steeds heel erg mee zit in de laatste jaren. Uh, ik heb een beetje conflict of conflict met mijn vrouw. Alweer conflict, wat heb je veel conflict in je leven? <laughs> ja, ja, ja. Ja, je, mijn, mijn vrouw en ik, wij schelen vijf, zes jaar en zij zit nog volop in de carrière. En ik heb het wat rustiger, dus ik wil heel graag lang naar het buitenland. Wij hebben een campervennetje, je zag hem net al staan en dus ik wil vaak weg. En zij wil dat niet, zij wil graag uh, thuis blijven. Nou ben ik helemaal uit mijn verhaal. Een boek en conflict met je vrouw. Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. <laughs> nou, ja, waar het over, waar, wat ik wil vertellen is dat ik ste zit steeds een beetje met kijken en ik wil graag naar het buitenland. Dan weet je waarom? Ik ben liever niks in het buitenland of ik heb liever niks te doen in het buitenland of weinig te doen. Al moet ik zeggen dat ik nou bij mijn laatste reis... heb ik mijn hele voorstelling uh, geschreven. Weet je, dan dat ik hier thuis ben. Want op, op een of andere raar manier, als ik hier thuis ben, ik ben nu 62, dan heb ik toch de hele tijd het idee van je moet. Je moet, je, moet, je moet iets maken, je moet iets, je moet iets doen. Kijk, en, uh, ik heb nog Dr. Tienes gespeeld een jaar hiervoor en zo. Maar dat zijn dingen, daar word je voor gevraagd. Weet je, maar ik ben niet meer in, bij machten om zelf een tv-programma te maken. Dat heb ik heel lang geleden wel gedaan, maar dat is hartstikke moeilijk. Dat lukt mij, mij nu gewoon niet meer. Dus ja, van die dingen ben ik afhankelijk. Maar een boek schrijven, ja, dat kan je gewoon zelf doen. Snap je, dus daarom, daar is dat uit ontstaan van nou... Doe zelf eens iets. Maar was dat dan uh, dat gevoel wat je zegt, hè, van je moet, je moet. Is dat dan een soort van, uh, dat de mensen die jou nog herkennen, denken dat je dat nog moet doen? Ah, nee, kom nee weer dat zit, op dat tv, zit wanneer... heel erg in mezelf. Het is gewoon het is een eigen soort ongenoeg. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Nog heel veel dingen, heel veel zoveel dingen gedaan. En toch hou je altijd het gevoel dat je denkt van, ja, ik, ik heb niet genoeg gedaan. Ja. <laughs> gewoon een drang om, om ja, dingen nou, meer te blijven ik had, doen. Ik had, ik had nog meer moeten acteren. Ik had nog meer moeten zingen. Ik had nog meer moeten maken. Oh, echt dat? Ja, maar goed, ik, okay. ik speel wel elke dag gitaar en liedjes hey. maak ik nog wel. Maar goed, dan maak ik, kijk, toen ik naar de kleinstacademie academie rings schreef, ik weet niet wat, vijf nummers per week zou ik maar zeggen. Als je ze hoort, denk je, ja, zo schrijf ik er nu ook vijf per week. Maar goed, je <laughs> deed het wel, maar nu schrijf ik er misschien vijf per jaar en dat is al veel. Ja, maar, ja, maar, maar je eigen kinderboek verfilmen, een, versie, een serie van maken. Nou ja, dat zijn ook weer dingen dat kan. In het eerste boek heeft het vrij redelijk gedaan. Er zijn er ik 4000 van verkocht. En de tweede zijn er volgens mij maar 1200 van verkocht. Of zo. Dus dan... Joh, dan zit dat er echt niet in. Dan gaan ze echt niet. Dat is allemaal weer hetzelfde. Als jij een kinderboek schrijft, zoals J.K. Rowling's en dat wordt eerst uitgebracht van iemand wilt hebben, nou, dan gebeurt er niks. En als het dan door een of andere wonder, opeens ontzettend wordt opgepikt en je verkoopt er miljarden van. Ja, dan komen er ook 66 films van. Maar anders. Dan... <laughs> je moet er gewoon mazzel mee hebben, eigenlijk. Dat, nou we, we, we... ja, God, Zij is natuurlijk ook hartstikke goed hoor. Ja. Daar gaat het om. Maar, maar <laughs> dat heeft wel heel erg te maken met. Kijk, als jij een, 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 bijvoorbeeld een Jacques Friens, die ik toevallig herken. Die schrijft uh, heel veel boeken en uh, bijvoorbeeld de achtste groepen is niet. Dat is ook een film geworden. Dat is ook een fantastisch boek. Ik heb toevallig de, uh, de, 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 de voorlees-cd meteen gedaan fantastisch boek weet je wat nou ja die dus die verkoopt genoeg dus ja daar komt dan ook een film van ja. uh, uh, nou uh, carrie spree of carrie carrie slee carrie spree carrie slee die verkocht veel dus dan en nu heb je natuurlijk toscamenten die, uh, die die veel uh, verkoopt en dingen. van sien omen maar, ook nog sien omen waar ja. ik wel ook wel achter ben gekomen dat je kijkt als je acteert, dan kom je natuurlijk in, het, in de acteurswereld terecht. En als je zingt, dan kom je een beetje in de zangerswereld terecht. En als je, als je schrijft, kom je in de schrijverswereld terecht. Maar die schrijverswereld, nou, dat was ook niet echt helemaal mijn wereld, moet ik toch ja. zeggen. Oké. Okay. Maar, maar goed, je, je hebt zo verschillende dingen gedaan. Eigenlijk zit je in bijna alle werelden. Wel. Ja, maar <laughs> dat, heb ik, dat had ik vroeger al. Dat ja. had ik al toen ik 14, 15 was. Ik had nooit één vaste vriendenkring. Ik, zat, ik was bevriend met die vriendenkring ik was bevriend met die vriendenkring. Dat heb ik altijd gehad. Dat... Maar het is ook gewoon lekker, toch? Ik herken het zelf ook. Veel dingen doen, veel projecten. Het heeft, veel... het heeft voordelen, het heeft nadelen. Ja, oh ja, absoluut. Bedoel, het nadeel is gewoon dat je soms denkt van nou, weet je, dingen hadden. Als je nou heel erg monomaan met één ding bezig bent, dan breek je misschien op een wat grotere manier of op een wat andere manier door. Maar ja, joh, alles is relatief. Ik heb natuurlijk best heel veel succes uh, ook gekend en dus ja, nou deel te transiteren. Maar nogmaals, ja, je bent gewoon streng op jezelf en dat ben ik ook. En dan denk je, ja, uh, uh. Ik heb nu uh, vanaf volgend jaar ga ik oppas opa spelen. Dat is mijn, mijn nieuwe theatermonoloog. En uh, die heb ik dus net uh, op vakantie in Portugal uh, afgemaakt. En, uh, Alsof nou, je de vraag voelde aankomen. Ja, nou, nee, Ja, dus dan ben ik in ieder geval. Maar goed, dus toen heb ik op vakantie, dat was heel grappig, toen had ik uh, de geest, weet je, dat het lekkerste is als je aan het schrijven bent, dat je uh, s'nachts wakker ligt. Een uurtje of twee, drie, dat je denkt, ja, oké, okay, tot daar en dan daarachter en dan schrijven dit en dit. Oh wacht, dan moet ik er even daar niet vergeten dit te veranderen. Dit. Dat je dan de volgende morgen wakker wordt en nou heb ik croissantjes aan of een, je, we zitten dan in een portemonnee aan je naadtaartje. Dat zijn van die roombroodjes een koffie, en een kopje koffie. Dan heb je de computer eruit en schrijven, 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 schrijven. En dat je dan, weet je, wat je s'nachts bedacht en Zo denk je erop. Nou, en dan een beetje smiddags wandelen. Ding, en dan, dan s'avonds weer gewoon. Oh. Oh, wacht was was we nou dit. Een, nou, zo heb ik, eh, dat je in zo'n soort flow eh, terechtkomt. Ja, ja. Ja, Vo dan, dan voel ik me het gelukkigst. Voordat we het gaan hebben over die voorstelling... Ja. Leer mij even één ding. Hoe onthoud jij wat je s'nachts bedenkt qua goede ideeën? Want ik vergeet namelijk de volgende ochtend. wat voor een geniaal idee ik in de nacht heb bedacht. Nou, Ligt er een briefje op het nachtkastje nee, over ja, helemaal nee nee, nee. nee, nee. Ik ben het nee, altijd nee, ik kwijt. Om iets anders te maken. Kijk, als je zomaar uh, blank begint. dan lukt dat ook niet. Dus je moet eerst iets opzetten. Snap je dus, dit proces werkt alleen maar als je eigenlijk al eigenlijk in feite al wat hebt. Dat het al zo in je hoofd uh, zit. Nou, ja, dat je al denkt: van nou dit moet er een beetje in en dat moet er een beetje in. En dat is het. En dan, dan kan dat wel. Ja. En uh, dan nu terug naar oppasopen. Waar, uh, waar gaat het over? Is het echt waar de titel? Uh, uh, nou, waar? Ik ben opa geworden en wij zijn ook gevraagd om één dag in de week op te passen, zoals ik denk. Uh, uh, heel veel mensen, daarom kwam ik er ook op. Ik denk van nou, dat is volgens mij uh, in mijn tijd deed je dat niet. Mijn ouders kwamen niet oppassen. Wij regelden dat zelf of we bleven zelf thuis. En dat is iets van de laatste, nou, ik denk 15, 20 jaar of zo. Dus daar gaat het over. En deze voorstelling gaat er eigenlijk over dat hij niet komt omdat hij ziek is. Oh. oh. En dat refereert weer aan iets. Uh, ja, dat is een beetje lullig om te verlullen. Maar ik heb zelf. Uh, wij hadden vroeger twee dochters. Maar mijn jongste dochter is overleden. Half jaren 90. Die okay. was heel erg ziek. En die is in 96 overleden. Dus dat is. Uh, 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 hoe zeg je dat? Bijvoorbeeld als je een vraag waarom ben je ook bijvoorbeeld bij Casey bij, bij, bij Co. terechtgekomen, Dat was eigenlijk niet helemaal mijn wereld, want ik zat meer bij de VPRO, maar daarna had ik eigenlijk helemaal geen geld meer, want ik was zelfstandige. Dus toen werd ik gevraagd door RTL om dat te doen, dacht ik van ja, ja, ja laat ik dat dan toch maar doen. Dus even terugkoppelen naar de voorstelling. Dus die voorstelling die gaat over, ik heb nu een kleinzoon en die komt niet, want die is ziek. En ik zeg dan altijd van nou, weet je, ik maak me daar nou niet druk om, want ik heb al een keer een kind verloren. En als ik nou één ding heb geleerd, is dat weet je, als je of je er nou wel of niet druk om maakt, dat maakt geen reettijd, want je gaat daar namelijk niet over. Die wel of, of ze het wel of niet halen. Dus dat is een beetje de inzet van de voorstelling. En het komt natuurlijk helemaal goed met hem. En tegelijkertijd maak ik hem natuurlijk wel heel druk natuurlijk. Ja. Ja. En dan vertel ik, omdat hij niet komt, ja, ga ik een beetje mijn stokpaardjes uh... het, 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 het klinkt best... autobiografisch klinkt het. Het is heel autobiografisch. Ja, ja. Maar het ja. klinkt ook. Um... Het is niet, niet uh, cabaret. Comedy. Aha, verhaal nou ja, we zitten natuurlijk, Je probeert er altijd wel grap in te doen. Maar ik ben nooit zozeer bezig, ook met die comedy. Ook nooit bezig om te proberen grappig te doen. Nee. Wat je probeert te doen is je probeert, je probeert dat, dat het gespeeld echt is. Dat, dat je het gelooft wat ik zeg. Dat is wat je probeert uh, ja. te doen. En als dat lukt, dan, dan kunnen dingen ook herkenbaar worden. Maar nogmaals, als je grappen gaat spelen, dat was ook een conflict dat ik wel had met Simone en Esther bij. Uh, bij Kees Co, dat die Engelse serie die dames die waren ontzettend droog die, die maakten nooit die lachten nooit om zichzelf maar zij zaten de hele tijd om zichzelf te lachen dus de eerste twee seizoenen ik zei, jongens dat moet je niet doen je moet een grap bij het publiek laten dus je moet hem gewoon wel een grap vertellen maar je moet niet over... weet je maar zij gingen dat heel gezellig zitten maken dus uh, dus nou nogmaals je moet een grap nooit uh, spelen we zeggen dat je moet gewoon oh, proberen zo, het echt, heel zo, normaal, zo echt ja. Ja, heel als normaal je zo normaal Ja, is wat je zegt. Nou, zo echt mogelijk, of zo zeggen dan zo gemeen mogelijk. En dan, want je, als het goed geschreven is, dan komen we weer terug op die Engelse dingen. Ja, dan maak je de meest mooie grappen. Ja. Maar als dan, je grappen gaat zitten doen, ja, dat, dat werkt niet. Ja, tenminste, ja. ik vind dat uitermate irritant, tenminste. dat Ja. Doen. Nou, nou hebben we volgens mij bijna alle facetten gehad. Ja. Er staan in gitanen. Je maakt nog steeds muziek. Ja. Uh, je treedt ook nog op. Ja. En... Je hebt enkele jaren geleden je laatste album uitgebracht, uh, ja. geloof ik, ja. ja. Is, dat, is dat iets. Uh, is muziek dan een soort van uitlaatklep. om gewoon. Uh, mooie liedjes te maken, plaat te maken. en zo nu en dan te spelen? Of, of... Nou, de muziek is eigenlijk wat dat een heel tragisch verhaal. Dat ga ik gewoon uh, het liefst in, uh, in de zyco staan, maar dat lukt me niet. Dus dat, was wel, dat was wel de droom dan? Ja, dat was eigenlijk wel de droom. Dus nou goed, ik chargeer het een beetje, maar. Ja, kijk, er zijn. Een... Paar plekken waar je de magie kan vinden in, in wat, uh, wat ik doe. En dat is uh, op het toneel heb je dat. Maar op het toneel heb je het eigenlijk maar één keer in de tien voorstelling dat je het idee hebt dat, ja, dat iemand anders in jou zit en dat het vanzelf gaat. En een andere plek waar ik dat ervaar is als je met een band speelt. Ja. Ja, en dat is geweldig. Weet je, als jij in die trein zit en uh, dat ik met mijn, uh, nou goed, ik speel nu al 45 gitaar. Ja, gitaar, maar met mijn uh, gebrekkige gitaar speel dat lekker aan mee uh, kan doen. En dat je met elkaar een sound maakt. En dat, uh, en dat die trein gewoon doorgaat, ook als ik eens een keer een, een, een sus 4 vergeet. <laughs> ja, dat, dat is, dat is uh, zeg maar klaarkomen op de, op de vierkante centimeter. <laughs> ja, ja. Nee, maar dat, er ontstaat een wereld, er ontstaat een. een ja, een, nou, wat daar zit magie, magie in. Ja. En, daar, dus dan, nou, en, en magie is eigenlijk. Dat je, dat je meer bent dan, uh, dan je op dat moment... Uh, dat het een beetje bo m, ja, boven jezelf, buiten jezelf uh, treedt. En dat, dat, ja, dat vind ik heel erg fijn uh, om mee te maken. Ja. En als je dan de keus zou moeten maken... die niet te maken valt volgens mij... wat, wat zou je dan At het liefst het liefste doen? Ja, nou dat... Uh, ik vind buitenopnames heel erg leuk om te doen. Dus dat is met filmen. Dus ik vond de intro van Sinterklaas vond ik wel echt helemaal het einde. Want dat is ook nog eens een keer live. Dus daar, daar kan je mij echt voor wakker maken. Dat vond ik bij Keesco ook het aller, allerleukste. De buitenopnames die erbij zaten. Wel leuker dan de studioopnames. Dat vond ik ook bij Sesamstraat hadden we ook heel veel buitenopnames. Dat vertelde ik al over, met al die uh, dure lunches, met aardstaartjes staartjes toen ja. Die vond ik heel erg leuk. En, en, uh, ja, uh, uh, en ik vind het uh, met de band in de, in de studio heel erg leuk. Maar ja, live met de band. En als het lekker gaat, ja. Dus, de, oh. ja, ja, eigenlijk dat je zo bezig bent dat je, dat je het idee hebt dat, ja, dat iemand anders ja, het overneemt of dat iemand anders het ontzettend goed namens jou staat te doen, dat is eigenlijk het, wat ik het leukste vind. Om te doen. Ja, en dat ja. kan in alle facetten. Ja? Dat kan in heel veel dingen gebeuren. Dat kan zelfs met schrijven. Maar beschrijven schrijven is het wel heel moeilijk. Maar dat kan zelfs met schrijven. Dat jij soms wat zit te schrijven en je denkt: goh dat ja. je aan de kant ook zo zijn toen <laughs> ik nog veel bloot en dan dacht je de volgende en dan las je de volgende dag denk je hmm, oké okay, dat was een beetje te veel gebloot gisteren ja, ja. Maar, niet, <laughs> nou, maar nu heb ik wel een stukje ja, dat, dat ik, ik denk baan, van nou ja. dat is nog steeds ja. een aardig stuk. Je heb toch wel wat geleerd zo in ik, de ik herken jaar. de momenten dat je denkt dat je waanzinnig creatief bent ja. en dat je het volgende ochtend denkt nee. ja, nou, nou ja goed maar dat zijn allemaal leerprocessen ja, oh, ja, en, 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 je, en op een gegeven moment kom je daar toch verder in en dan ja, dan, dan maak je iets, iets ja. moois ja dat hoop ik wel ja dat vind ik zelf wel kijk ik ben nu 62 als je op mijn leeftijd nog echt iets bijzonders kan maken. Nog drie minuten of drie seconden. Nee. Als je op nee, mijn nee, leeftijd nee, nog echt nee, iets bijzonders nee, kan nee, maken, nee, nee, dat nee, is niet Wat zijn nou? Als je... Als je op mijn leeftijd nog iets, iets eigens, iets bijzonders kan maken, ja, dan ben je natuurlijk spekkoper. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ah, maar dat, ik denk dat, dat uh, veel mensen weten niet. Dat je die liedjes schrijft. En het zijn hele mooie liedjes. Dus het is bijna jammer. Dus mensen. Ja, ja maar dat is weer omdat. <laughs> kijk, in Nederland ben je acteur. Dus dan ben je, daar breek je mee door. Dan ben je acteur. Hè. Dus dat had ik ook toen in kinderboeken. Oh, schrijft hij ook boekjes? Nou oh, ja, ja, ja. ja. ja weet je, dan gaan mensen je ook zoals Bo Erven vandoor. En dan ga je dan heel erg af zitten zeiken. Terwijl die zelf ook boekjes schrijft. Ja. Weet je wel. Dus dat, dat, dat is wat je dan helemaal krijgt. En dan met die liedjes heb je dat helemaal. Van, oh, ben je ook nog zo? Ja, maar lijkt je, lijkt Is dat niet iets wat frustrerend is? Ik. Ja, ontzettend. Maar ja, wat doe je eraan? <laughs> nou ja, dat is oprecht de vraag. Want dat ik herken het, ik acteer, ik maak muziek. En eh, mensen zien eigenlijk altijd alleen maar één kant. En als ze je dan op het podium zien als zanger, dan denken ze... Die oh, zeggen, oh, dat kan hij ook. Of, of dat, dat, of doet dat doet die ook. probeert hij ook. En dan denk ik, ja, maar dat vind ik het allerleukst. <laughs> Dus ja. waarom, waarom kun je nou niet die, die dingen loszien? Zeg maar? wat, wat? Ja, nou ja, goed, blijkbaar hè, vinden mensen het moeilijk om, om, om dat te, te zien. Nou, het is niet helemaal, bij sommigen kunnen ze dat wel. Weet je, maar dan moet je gewoon ontzettend veel uh, van muscle, uh, hebben. Maar dat betreft, leven wij ook niet in het aller, allerbeste land van. Zeker niet qua muziek. Ik, nee. ik heb met mijn liedjes. Ik heb een, 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 een plaat hiervoor heb ik in Salt Lake City opgenomen. Dus toen was ik in, met mijn Nederlandse liedjes in Amerika. Ging ik ook wel eens met die uh, jongen waar ik mee opnam uh, mee, mee optreden. En dan zong ik een paar Nederlandse liedjes. Nou, die Amerikanen die zitten daar gewoon ademloos naar te luisteren. Logisch, want ze kunnen de tekst niet volgen. Yeah. Maar Ze kwamen zelfs als ze naar me toe. zeiden ze, can you play the song from Spike and Is Again? Yeah. Weet je, wat Ik was in weer bij Pascal Jacobsen Het was hartstikke leuk hoor. Maar in Nederland zit iedereen er altijd doorheen te lullen. Oh ja. Yeah. Ik yeah. zag yeah. eerst het lange, geloof ik, bij, bij de Wereld Draait Door. Dat zelfs zeggen dat bij de edison uitreking yeah. ook iedereen er doorheen zat te lullen. Ja, yeah. ja. Het gaat helemaal nergens. Over. Dus in nee. Nederland zijn we ook niet zo de singer songwriter Als je arm wil worden, moet je singer songwriter worden in yeah. Nederland. Ja, ja, ja. <laughs> ja. echt ook. Uh, Rick, we zijn aan het einde gekomen. We door. Nou jongens. Ja. En uh, super bedankt dat we in je ja. uh, prachtige Jullie, huur Ik wens je nog zitten. heel veel creatieve momenten toe. Mooie liedjes. Jullie krijgen een lekker <laughs> stokbroodje toch? Oh, oh, toch? Yes. Jij, jij mag het niet. Jij nee, maar, nee, nee, maar ik heb, <laughs> uh, ben helemaal voor ziek. Helemaal goed. <laughs> helemaal goed. Rick, dankjewel. Dank en, graag gedaan. En, uh, graag gedaan. Um, tot de volgende keer. Ja, ja oké. Okay. Hoi hoi. Hoi. Dit was weer een aflevering van de Beeldbuismannen. Beeldbuismannen wordt gemaakt door Bas de Jonge, Bas van der Heijden en Alec Meijerink. Wij bedanken onze gast en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Je kunt meer afleveringen vinden op beeldbuismannen.nl. Tot de volgende!